Met de zege op AZ nog vers in het geheugen wachtte de selectie van Ajax maandagochtend een pittige uitlooptraining. Het goede resultaat van dit weekend dat volgde op de fikse nederlaag van afgelopen donderdag tegen Salzburg zorgde daarbij voor veel plezier en lachende gezichten. In meerdere opzichten hadden de Ajaxiden baat bij de 4-0 overwinning. Wat doet deze zege met het team? Was hij echt nodig na afgelopen donderdag? Nou ja, na die wedstrijd wel, maar we hebben ook gezegd van gelijk eigenlijk dag na die wedstrijd van dit moet een incident zijn en gelijk na de volgende wedstrijd. En ja, ik denk dat we dat wel goed hebben gedaan en ja, 4-0 winnen van AZ is toch een knappe overwinning. En ja, dan is de sfeer vandaag natuurlijk wel een heel stuk beter dan dat het toen was. Ja. Ja, want hoe was die voorafgaand aan de wedstrijd? Was er echt de druk van het moeten, zeg maar, of in ieder geval van het willen ook? Ja, ik denk het wel. Het was wat druk van het willen, maar meer om ja, de stand in de competitie dan om echt revanche te nemen op die wedstrijd daarvoor. En we waren meer bezig met van, dat het hele belangrijke punten waren gezien de stand en gezien de andere wedstrijd. Het belang van de 3 punten voor de stand bleek kort nadat Ajax AZ gisteren afgelopen was. Ajax directe concurrenten Twente en Feyenoord speelden immers in een onderling duel gelijk. Ja, ik heb een stuk gekeken in de spelerszone nog na de wedstrijd en toen was het nog 2-0. Toen dacht ik eigenlijk, nou, het is gespeeld en toen ging ik naar huis en toen ja, was het eigenlijk al 2-2. En ja, voor ons was het eigenlijk, als Twente maar niet zou winnen en ja, Feyenoord en Twente hebben nu allebei punten gemorst, dus op zich is dat ja, prima voor ons. De wedstrijd tegen AZ leverde gisteren voor Ricardo Kiesna in zijn eerste competitiewedstrijd meteen een doelpunt op. In 2007 was het De Jong zelf die bij zijn eredivisiedebuut tegen Sparta direct wist te scoren. Ja, klopt. Ja. Ja, er zijn er al een paar na mij geweest nu al, dus het is alweer een tijdje geleden dat het bij mij was. Maar ja, het was een mooie goal van Ricardo en ja, leuk voor hem. En ik denk ook goed voor zijn gevoel en ook goed voor het team. Als zo'n jongen kan invallen en ook belangrijk kan zijn, dan is dat alleen maar goed. Zeker nu met Victor ook weer geblesseerd en Lasse. Dus ja, het is goed dat de jongens dan uit de jeugd het niveau al redelijk aan kunnen. Ja, precies, want hij is er natuurlijk pas net bij. Wat is tot nu toe je indruk van hem over het algemeen? Ja, hij is inderdaad net. Hij heeft nog een paar keer pas meegetraind ook. Ja. Ik denk dat het een sterke, ook snelle jongen is. En zeker voorin met zijn acties heel gevaarlijk kan zijn. En dat zag je ook bij die goal. Hij kan versnellen. Ondanks de lengte is hij wel snel en handig. En ja, dat is wel knap.